Ja, alles oké okay dan, laatkomer. Ja, rustig hoor. Ja hoor, lekker wakker geworden dan. Ja, ik denk, ik geef wel even een bel, weet je. Ja, het is wel 4 uur, weet je. Ik ben net een uurtje reizen ongeveer. Wat heb je gisteren allemaal gedaan dan? Ja, voetbal gekeken. Voetbal gekeken, gepokerd. Dan mijn broer is verjaardag geweest. Pizza gegeten. Ja, wat doe je allemaal? Heb je een vrijdagavond? Een beetje hangen. Het hoort erbij. Daar is hij hoor. 26 jaar oud. Al 3 jaar aan het opleven. Dat is gewoon relaxed op zich. Soms is het mooi weer, soms is het minder weer. Alleen, als je bij je eigen waar het zonnetje laat schijnen, dat is het belangrijkste in mijn volgorde. Dat is het motto. Nou ja, even een aantal dingen in principe gewoon geprobeerd en zo. Sociaal cultureel werker, groen voorzieningen, milieutoezicht. Ja, dat heb ik in de bouw een tijdje gezeten. Een paar maanden na dat ik tijdig in de weg op zich. Ja, het werk zelf, dat vond ik op zich wel leuk om te doen. Maar ja, die tijden dat je gewoon echt om 6 uur van je bed uitkomen en gelijk weer actief doen en zo, nou, dat is niet zo mooi. Ja, ik heb hier in Nederland gewoond, een paar jaar, toen 4, 5 jaar terug, moest ik in Engeland wonen voor 3 jaar. Toen kwam ik hier weer heen en mijn ouders die zijn nu in Azerbeidzjan. Dus moet ik zelf werken en al mijn dingen doen natuurlijk. 2 keer in de week, door de week, heb ik mijn opleiding. En dan, dat is in de avond van 7 tot 10. Ja, dat is mijn dag. Ik heb ook een half jaar niks gedaan. Ik heb autotechnicus gedaan, een jaar daarvoor. En dan was ik halverwege gestopt, halverwege het jaar. Dus, wow. Ja, ik vond het helemaal niks. Je zit de hele dag in een garage. Het is lekker weer, dan moet je nog steeds daar in die schaduw blijven zitten, weet je. Ja, kut is het gewoon. De hele tijd onderdelen vervangen en zo, gaat nergens over. Ja, je hebt geen vrijheid, zeg maar. Je kan niet zeggen, oké, vandaag wil ik om zo laat beginnen of om zo laat. En ja, en met zo'n werk bij de post, dan wel. Dan heb je gewoon onwijs veel vrijheid en zo. Ik wil gewoon mijn ding doen en ja, het komt altijd wel goed, ja. Muziek maken, snaken, een beetje buiten hangen, chillen. Chillen als een chinchilla, dat is wel een van mijn voornaamste bezigheden in het leven eigenlijk. Nou, gewoon relaxed hangen en zo, weet je. Gewoon na je dingen over het algemeen ontspannen dingen doen, zeg maar. Maar ja, nu heb ik dan zeg maar nog geen dingen gedaan en nu ben ik al ontspannende dingen aan het doen. Maar ja, het hoort er af en toe gewoon bij, weet je. Dat is meestal die zaterdag. Klagen ze wel eens even hoor, maar af en toe ben je wel eens een beetje te laat. Ja, gewoon chill, dat je sowieso gewoon even je benen kan stekken. Het is sowieso wel relaxed. Het is sowieso wel relaxed om gewoon een beetje te bewegen, weet je. Bewegen is goed voor je. Ja, je gaat er nog betaald voor ook in principe, weet je. Ja, volgens mij is iedereen zo bij de post. Gewoon, ik krijg €300 per maand of zo, 1 wijk per dag. En ja, het gaat mij ook in principe niet echt om het geld. Het gaat mij om dat ik iets doe, weet je. Ik werk nu iets van 40 uur per maand of zo. Het is gewoon 8 maaiertjes of zo. Dus op zich is dat dan wel relatief gewoon goed gezien. Maar ja, dan krijg ik er ook nog wat andere dingen bij. Dus dat vult het dan weer zeg maar meer voor aan. Dus, gewoon een bijstand, weet je. Maar ja, dan maakt het op zich natuurlijk wel weer 20 euro per uur, zeg maar. Dan is het natuurlijk wel weer positief. Ja, dan wel, ja. We zitten bijna de gewoon de fucking langste straat alweer de baan op, joh. Alweer van een laaie dakkie. Zonnetje hier, bled af. En dan gaan we even toeristisch. Ja, ik heb ook wel een kilootje of 25 elastieken of zo thuis liggen, denk ik. Zoiets.
Nou, als je uitrekent dat 1 elastiek 3 gram is, dan mogen jullie de rekensom maken. En ja, 25 kilo elastiekjes, daar heb ik een bal van gemaakt, weet ik wat, dat is niks heel groot ofzo. Het lijkt me wel een keer lachen om het Guinness Book of Records schijnt net te verbreken, weet je, maar die is 2 meter doorsnel. Dus wordt denk ik een hele taaie sessie, hoor toch? Dat lijkt me ook wel lachen, weet je, om van Eiffeltoren ofzo, van een flatgebouw, en een keer die bal te laten stuiten. Dat is wel grappig, ja. Moet toch wat, weet je. Nu ben je nog een beetje bezig, hè? Ook goed voor je lichaam. Een beetje workout. En toch ga je tot elastiekjes zijn. Zo. Krijg je spieren van, hè? Ja, maar de post geeft dan leuk lekker je ding doen. En ondertussen wat je muziek maken. Je moet even een paar dingetjes, een paar zaakjes even regelen. En als die zaken zijn geregeld, dan kunnen we misschien hoger op worden. Dan worden we misschien wel postbode plus. Als er dingen bijvoorbeeld zijn of zo, dan moet je gewoon even een briefje maken van joh, vandaag hebben wij huis aan huis. De mensen die bijvoorbeeld de Veronica-gidsen hebben, die krijgen vandaag dat Veronica-volletje niet erbij, weet je. Zulke dingen staan er dan bij, dat moet je zeg maar allemaal regelen. Ja, dat lijkt me op zich wel relaxed, weet je. Op zich, want die mensen die doen volgens mij echt relatief is. En die krijgen nog veel meer betaald dan ons, weet je. Dat is echt ideaal. Zulke zaken moet je hebben natuurlijk, maar ja. Nog even geduld hebben tot er even een plekje vrij komt daar zijn. Of ergens anders. Ja, ik ben nu een opleiding aan het doen, het duurt nog 2 jaar. Ik was van plan om juist in die, tijdens die opleiding gewoon doorgaan met de post. En dan als ik, als ik ongeveer klaar ben, hoop ik dat ik wat met mijn opleiding kan doen. En als dat niet lukt, dan blijf ik nog wel even een paar jaar even post lopen, denk ik. Want het is op zich wel relaxed. Weet ie? Ja, het zal nog een peukje rekken en dan maar eventjes gaan beginnen, ja toch? Ja, toch. En dan lekker palmalletje. Ja toch? Ja. Een geurtje erbij, dank u. Ja, dan zijn we maar even erin. Ik heb het bijna achter de zotte uit. Ja, dan fiets ik wel even met je mee. Ja, dat is goed. I'm your man. When you're feeling down, I'll bet you when you're